Jassen en Jobbers, een kwartier voor tijd leiden jullie met 2-1. Gaan zij offensief wisselen? Denk jij, misschien komt er misschien extra ruimte, kunnen we misschien nog een derde maken? En voordat je het weet zijn jullie met 3-2 achter. Ja, precies, dat dacht ik. Maar ja, dan geven we het heel makkelijk weg, vind ik. Jammer. Ik dacht tegen mijn oude club. Eindelijk, het was de eerste keer dat ik weer tegen hun speelde. Dus het zou een mooie afsluiting zijn als we zouden winnen. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Maar bij de 2-1 ben jij belangrijk. Je geeft uiteindelijk de assist. En ja, daar was je blij mee. Had je nodig? Ja, zeker. Ik heb dan wel gespeeld, dan niet. Ik moest lang op wachten. Tegen Roda wel gespeeld, toen een kleine blessure opgelopen. Dus ik was blij dat ik nu snel kon invallen. Maar ik hoop dat het ook snel goed gaat met Brandley. Dus. Je moest er inderdaad al vroeg in, hè, voor Kuwas. Zag er niet goed uit. Ja, en vanaf dat moment kwamen jullie in de wedstrijd. Hè? Want de eerste 13 minuten was niet goed. Kwamen jullie ook op achterstand. En eigenlijk daarna, tot de rust, waren jullie de betere ploeg. Ja, klopt. We voetbalden gewoon vrij, denk ik. En dat was. Ja, nu staan jullie op een positie waar jullie aan het eind van de competitie na competitievoetbal moeten gaan spelen. Hoe moeilijk wordt het om die dans te ontspringen? Zeker na deze belangrijke nederlaag van vandaag. Ja, heel moeilijk. Ik denk, ook al hadden we vandaag gewonnen, was het nog steeds moeilijk. Dus daarom was het extra belangrijk dat we zouden winnen. En daarom vind ik het jammer dat we het zo makkelijk weggeven. Ja, de laatste weken scoorden jullie maar niet. Jullie hadden nog geen doelpunt gemaakt in 2016. Ja, een eigen doelpunt van Bruma. Nu scoren jullie 2 keer en krijgen jullie ineens verdedigend F4 tegen. Daar waar jullie juist de laatste week het verdedigend zo goed deden. Waar komt dat vandaan? Ja, klopt. Daar hoorde je ook iedereen over. Het staat verdedigend goed en we kregen ook niks tegen. Dat was denk ik ook de hele wedstrijd zo. Maar nu scoren we eindelijk en dan krijgen we ze tegen. Ja, jij hebt er niks mee, maar voor één jongen is dit een jongensboek. Een jongen van 19 komt erin uit de A1 en scoort ineens 2 keer van ADO. Ja, dat is heel mooi, maar misschien had hij een weekje moeten wachten.